Welkom mensen naar een nieuwe video over en vandaag heb ik een ontplofte rat op mijn hoofd. Wat een ongelofelijk drama. In ieder geval mensen, ik was weekelijk aan het spelen deze week. En zoals je ziet heb ik nog één potje nodig. Eén potje winnen voor goud 1. Maar ja, ik speel dus al heel de weekend met dit team. Ja, oké, ik heb natuurlijk niet echt met dit team. Ik bedoel wel. Ik weet niet, alle sets zijn gereset. Ze ineens nieuwe wedstrijden hebben. Het is ook echt al 17 wedstrijden gespeeld. Ik snap het niet. De gaten zat laatst in de Eredivisie. En ik dacht van, zou ik een potje in de wheelie kunnen winnen met dit team? Ik denk het niet, hè. Ik heb zeg maar deze spelers. En dan heb ik Narsing op de bank. Want die heeft 85 pace. Doe zeker een duimpje op deze video. 3000 likes helemaal top zijn. En abonneer op mijn YouTube-kanaal. Kan niet beneden. Druk op dat belletje. Hij zegt die belletje. En laten we maar een potje starten. Denk je dat ik ga winnen? Dat ik dan geraak word door een bliksemschicht? Doe dan vooral een duimpje omhoog. Haha, iemand lief. Besef nu dat iemand geleerd is tegen een De Graafschap team. Yes, we hebben tegenstander mensen. Let's go. Ah, dit mag geen enkel probleem zijn voor De Graafschap. Ik heb zo een paar aardige spelers, namelijk ja. Oké, let's go. Mensen, eerste 3 minuten doorgekomen zonder tegengoal. Doe ik het 30 keer, is het gelijk. Doe ik het nog iets vaker, hebben penalties. En dan kan alles zomaar gebeuren. Nee! Waarom wil ik hem afleggen? Oh mijn god, ja, ik dacht als ik schiet gaat het hier nooit in. Oh, dit was een kans. What the fuck? Mark. Kut. Ik liep verkeerd kan met mijn keeper. 1-0 achter. Knap hoor. Scoren met Shevchenko. Hallo. Tegen Trauman. Oh, keepertje. Jurjus. Lekker hoor. Jurjus. Hou je bek. Kijk nou, een penalty tegen. Gozer. Dit is over bullshit, man. Ga door het midden. Hallo, klote zooi. Van Miechem. Jeli rent door. Jeli, ho, cornertje, doe maar. Kom op, Abena. Abena. Hey, Abena. Ja, knap, man. Goed van jou. Ik lief. Mag niet uit. Gewoon concentratie houden, niet boos worden. Het is een De Graafschap team. Volgende pot ga ik gewoon winnen. Dit is mijn Hey, Priscilla. Jij hebt wel een minder goed team dan die tegenstander net. Dat is wel nice, maar nog steeds. Ach, doe oké. Dit is een Duitser. Nee. Weg! Zwijnhoed! Godgloeiende! God! Dit is trouwens wel grappig, vind ik. Want De Graafschap is dus het slechtste team uit de Eredivisie, zeg maar. Dat is de laatste, dus ja, dan ben je waarschijnlijk het slechtste team. Sorry, De Graafschap fans. Ik weet dat er best wel een aantal van jullie zijn. Kijk, bijvoorbeeld als ik het zou hebben over Fortuna Sittard. Die hebben legit 1,5 fan of zo. Gewoon gezonde grappen. Die hebben 2 fans misschien. Maar ja, De Graafschap hebben echt nog wel fans. En daarom, sorry. Maar jullie staan op dit moment gewoon even laatste. Ja, daar kan ik ook niks aan veranderen. Oh, Sirarens! Nope! Nee! Oh mijn god! Nee! Sirarens! Jebli. Nee! Het is de bal! Nee! Oh, Nebli. Wat een kans, Gerard. Wow! Oh mijn god! Bijna Thomasson. Bijna met de 1-1. Nee, ik ben de lul. Ja, oh, ik zag het al. En jij bent echt goed. Knap van jou. Adela. Jongen, die is echt 2,40 meter, jongen. What the fuck? Tering. Oké, lieve. Kut! Ik heb maar 1 kans. Ik heb maar 1 kans. Gerard. Ja, kom op. Niet lief. Ik heb een De Graafschap team. Oké, dit is mijn tegenstanders team. Hij heeft Pogba en hij heeft Crespo. Maar hij heeft wel een goede verdediging. Oké, dit gaat ook pittig worden. Maar we gaan ervoor, mensen. Kom op. Spannende muziek. Zelfsmeister. Al een beetje AFC Mokum als clubnaam. Als je Zelfsmeister. Ho. Fuck! Pauper Jurjus. Kutkeeper. Staan gewoon achter. En hoe? Echt onterecht, jongen. Ah. Ja, dan begin je best gewoon met 1-0 achterstand. Ja, letterlijk. Jurjus, rust. Jurjus. Wat ben je nou? Oh, Jurjus. Oh. Kut. Kak. Kut. Kloten. Straalman! De redder! Indo! Yes! Straalman, je bent mijn held. Mocht je deze video nou kijken, stuur me even een shirt op met handtekening. Handtekening! Dan draag ik hem in mijn volgende video. Jij bent mijn held. Van Miechem! Nee! Ja! Oh, Thomasson! Oh, man. Dit meen je niet. Wat een kans. Hoe kan je nou voor open goal miskopen? Ik kan er echt gereed van, hè? Zullen jullie afvragen waarom heb je eigenlijk geen shirt van De Graafschap aan? Of De Graafschap logo? Nou, ik ben helemaal geen fan van De Graafschap. Waarom zou ik dat in godsnaam doen? Waarom zou je dat doen? Kak! Ja, dit is toch niet eerlijk, man? Hij schiet dit erin en mijn, ja, toch wel minimaal even goede Thomasson, die kop mis voor open goal. This is Sparta! Oh, wat doe ik? Oh, wat doe ik? Wat doe ik? Ah! Ik ben een aaplul. Oh, waarom doe ik dit? Waarom ben ik zo? Oh mijn god, hij gaat via mijn keeper erin. Ik zweer het je. Hij gaat via mijn keeper erin. Oh mijn god, die bal geen paal. Gaat hij via de rug van Jurjus erin. Oké, deze wedstrijd blijf ik tot 4-0. Dit is zo... Hij heeft een penalty. Echt een vervelend doelpunt. En een, longshot alleen maar wat Jurjus op goal heeft. Flauw. Erg flauw dit. Zerbsmeister. Ik hoop je trots bent op jezelf. Nee! Lekker Jurjus.
Ik bedoel, Jurgen, je bent nog een apelul met je eigen goal en je bal kwijtraken, maar voor de rest deed je het wel aardig. Nope. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ik ben zwaar teleurgesteld in de Graafschap. Spelers die wel een plekje in mijn main team kunnen terugveroveren. Ja, is lastig. Dan wordt het tot denk ik dit in mijn team en dan met Bart Straalman. Echt een goede centerback. Mensen, voor de rest, ik hoop dat je deze video leuk vond. Vond je deze video nou leuk? Doe zeker een duimpje omhoog. Wil je me abonneren? Dat kan ook aan de beneden. Helaas niet gewonnen. Wil je dat ik een hele video ga spelen met de Eredivisie team? Laat een like achter bij 7000 likes ga ik het doen. Laat zeker een duimpje omhoog achter. Abonneer. En ik zeg een live video. Abonneer de volgende keer. Doei. Later.